Bij de derde stap doe je feitelijk hetzelfde als je in de voorgaande stap hebt gedaan, alleen doe je dat nou voor externe motivatie. Je gaat dus weer terug naar de map algemene gegevens. Daar kopieer je het gemiddelde van externe motivatie. Dat plak je hier tussen de rode pijlen en je gaat weer op zoek naar de p-waarde bij de gele pijl. En wanneer die weer beneden de 0,025 is, mag je het effect toeschrijven aan de interventie. In dit geval het anders inrichten van de PGO-bijeenkomst. Succes met deze stap.